Geduld is een schone zaak en fans van Dead Island kunnen dat gezegde inmiddels wel met een bespijkerde honkbalknuppel op z'n smol slaan, want zij moesten namelijk bijna 10 jaar wachten op Dead Island 2. In 2014 werd hij al aangekondigd, maar belandde daarna in de development hell. Ontwikkelaars Techland, Jaeger, Sumo Digital en Dambuster Studios beten zich er jarenlang op stuk. Maar Dead Island 2 bestaat en komt uit op 21 april. Een game die al zo lang in de oven heeft gezeten, blijkt vaak een walgelijk misbaksel te zijn. Maar hoe zit dat met Dead Island 2? Come on, big boy. Let's fucking do it. Sam, if we're immune, we need to tell the authorities. I hear you. I'm part of the CDC team in LA. You don't know shit. Out there, you gotta be a mechanic, medic. Jackie fucking Chan rolled into one. Dead Island 2 speelt zich af in Los Angeles, of Hell A, zoals de stad in de game heet. En ondanks de zorgen over de lange ontwikkelingstijd, ziet Dead Island 2 er in ieder geval fantastisch uit. De combinatie tussen de kleurrijke en paradijselijke pracht en praal en de rottende zombies en ellende werkt als nooit tevoren. Je hebt meteen zin om in een hangstoel aan het zwembad te zitten met een cocktail in je handen. Totdat je je realiseert dat het vlees op de barbecue geen kip is, maar een arm van een weggerotte zombie. Ja, laat die cocktail ook maar zitten. Deze sfeer is uniek, herkenbaar en beklemmend. En allemaal in een soepele 60 frames per seconde, zonder ook maar één frame te droppen. Op de vorige delen was op technisch vlak genoeg aan te merken, maar dat is nu gelukkig niet het geval. Dat komt trouwens ook doordat Hell A geen open wereld is, maar 10 aan elkaar geplakte districten die je even moet inladen. Dat maakt de game minder zwaar voor je console of PC en dat is te merken. Elke wijk van de stad zit vol met missies, verborgen items en andere verrassingen. En het is erg leuk om al die gebieden helemaal uit te kammen. In Dead Island 2 speel je in first person. Dat perspectief in een game die zich vooral focust op melee-wapens zorgt nog wel eens voor de nodige discussie. Voor velen is dat perspectief toch een beetje een dealbreaker en dat kan nu ook zo zijn. Als je niks hebt met games als The Elder Scrolls, Dishonored of Dying Light, is Dead Island 2 ook niet per se aan te raden. Er zitten wel vuurwapens in, maar de focus ligt echt op het slaan en het snijden. De combat is ook niet heel erg skill-based. Je komt al een heel eind met een beetje button bashing en het heen en weer wiggelen van je pookje. Toch mis je wel een groot deel van de lol als je op die manier speelt. De game heeft namelijk een gigantische hoeveelheid moves en samen zorgen die ervoor dat je het rottende vlees letterlijk van je vijanden afrost. Botten breken als luciferhoutjes, kaken hangen op 6:30 en soms plopt er zelfs een oogballetje uit. Er is zelfs een move waarmee je je vuist letterlijk door zombiekoppen heen slaat. Het blijft dan een gapend gat over. Ook kun je zombies laten vliegen door een WWE-achtige vliegende dropkick. En dit soort moves verveelt nooit. There's millions of those things out there just waiting to sink their teeth into us. You're screwed, man. I think the survival of the human race may depend on the blood in my veins. Yeah, man, no shit. Dead Island 2 bevat ook een vleugje RPG in de vorm van een kaartensysteem. Daarmee ontgrendel je moves die je kunt gebruiken om een van de 6 speelbare personages naar je eigen smaak aan te passen. Ook kun je je wapens geheel volgens Dead Island traditie volledig upgraden. Je moet dus niet raar opkijken als je ineens met een geëlektrificeerde hooivork of een vlammende katana staat te wapperen. Er is natuurlijk ook wel wat aan te merken aan Dead Island 2. Zo is het verhaal bijvoorbeeld flinterdun, al kun je dat in deze game misschien ook wel als een voordeel zien. Voor de gameplay geldt eigenlijk hetzelfde. Die is redelijk basaal. Het werkt allemaal perfect en het is ook wel vermakelijk, maar na een paar uur kom je erachter dat dat het ook wel is. De keuzemogelijkheden met de skillkaarten veranderen daar weinig aan. Het enige echt grote minpunt is het totale gebrek aan uitdaging. Doodgaan maakt eigenlijk niets uit. Zelfs je zuurverdiende knaken mag je op zak houden. En dat was in de eerdere delen niet zo. Je begint in Dead Island 2 gewoon weer een paar meter verderop en zelfs de progressie die je al hebt geboekt blijft. Maar er staat tegenover dat de game een hele hoop goede humor heeft. Die het gebrek aan een goede verhaallijn compenseert. De enorm over de top personages die je tegenkomt en de grappige situaties in de straten van L.A. kunnen zomaar een dikke smile op je smoel toveren. En Dead Island 2 doet dus precies wat het moet doen. Het is niet diepgaand, maar dat weet het zelf ook. De game draagt die oppervlakkigheid met trots en borduurt voort op de sterke punten van de eerdere delen. De sfeer, de setting en de verslavende gameplay loop zijn weer tip
top in orde. En ook de zwakkere zaken uit de eerdere delen, zoals de technische problemen en de balans, zijn grotendeels opgelost. Dead Island 2 verbetert zijn voorgangers dus op vrijwel alle vlakken. En dat is na bijna 10 jaar in development hell een puikenprestatie. Daarom krijgt Dead Island 2 een prachtige 85. Come on, fuckers! Till they stop biting! En hoe zit het met jou? Ga jij zombies neermappen in Hell A of laat je Dead Island 2 aan je voorbij gaan? Laat het weten in de comments. En vond je dit nou een fijne video? Nou, geef ons dan een duimpje omhoog en abonneer je op ons kanaal om op de hoogte te blijven van alles over games.